Goedemorgen lieve mensen, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar onze vlog. Mijn naam is Sergio Politi, ik sta hier op de Soestdijkse Kade nummer 26. Het is koud, het is mistig, maar dat maakt niet uit, want we gaan vandaag een sigarenwinkeltje openen met Henk Bres. En ja, hier is er de sigaar. Heel flauw. Nee, hartstikke leuk. Superleuk, supermooi. We gaan even kijken, volgens mij mag ik nog niet naar binnen. Ik hoop het wel, want ik heb wel zin in een kop koffie. Het is 9:30 's ochtends, zaterdag. Het ziet er goed uit. Blondjes. Het is wel koud, zo gezegd. We gaan naar binnen. Ga je mee? Zit hier? Hey. Verdomme. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, goed hè? Alles goed? Ja, zeker. Leuk dat je er bent, man. Zo? Ja, ja? Goed. Voor jou drie keer rollen hier, heb ik gehoord. Drie keer rollen, klopt inderdaad, ja. Zo, man. Dat is toch geen tijd om lang te We zijn. Wat een leuk winkeltje. Leuk, hè? Ja, lekker kop koffie. En dat heeft geduurd tot 2 jaar geleden, toen hebben we de zaak gekocht. En nu hebben we hem weer terug. Ja, in een heel nieuw fris jasje gestoken. En we beginnen weer met frisse moed en met heel veel enthousiasme opnieuw. En alle klanten die we destijds hadden, die komen stiekem allemaal een beetje binnen. Dat gaat buitengewoon leuk. Echt super. Heerlijk. Het ziet er hartstikke leuk uit. Dankjewel. Ja. Dat is ook de bedoeling. Een beetje licht, een beetje frisser. Alleen de klanten. Niet mij, dat is hetzelfde. Op dit hier... moment is het niveau gemiddeld iets minder dan dat het normaal gesproken was. Normaal, ja. Ietsje minder. Nee, maar dit is, ja, hij loopt er nou makkelijk over. Maar Leo is de zaak. Maak het niet te ingewikkeld. Nee. Nou, dat is helemaal niks van mij, maar Leo is de zaak, weet jij. Pas op, hè. Ik zeg helemaal niks. Nee, maar hij is altijd vriendelijk voor iedereen. Ja, en niet dat soort ja, dat is echt. Maar weet je. Ja. Als Anita doet wat hij zegt, komt het allemaal goed. Nou, zo gaat het hier. Je hebt hier mensen binnen, echt waar. Dan komen ze binnen. Lally, bijvoorbeeld Lally. Nou, hey, Lally, dat is ook een wereldfan. Dan komt hij binnen, laat hij een keiharde boer. En dan komt Leo eruit. En dan zegt hij, joh, ik ken het al. Dat soort dingen. Het is. Is dat iets typisch Haaks? Ja, zonder meer. Ja, wat hier allemaal komt, is echt typisch Haaks. Maar eigenlijk alles, hè, komt hier, hè. Ook Hagenees, van doktoren, professoren, ja. Tot ja, criminelen. Ja. Tot criminelen, kijk maar links naar. Nee, ik ben er even niet. Dit zulke lieve mensen. Ja, joh, zeg ik eerlijk. En ik zal nooit vergeten, het is een mooi verhaal. Die man is zo integer. Er komt hier een man, en die had een staatslood gewonnen, een paar ton. Hij wist het nummer al. En die man die geeft die gewoon die envelop. Terwijl hij wist dat die paar ton erop gevallen was. Iemand anders zal misschien een envelop ingeduikt hebben. Nee. Het is me een eer om hier te staan. Goedemorgen allemaal. Het is echt geen tijd voor een normaal mens zoals ik. Maar voor die twee mensen hebben we dat zonder meer over. Mij is de vraag of ik dit pand nogmaals een keer wil openen.
Nou, het is echt, ik wil het even vertellen. Toen Leo aankondigde dat hij wegging, iedereen weet het. Daar heb ik echt een traantje gelaten, dat weet je. Hè? En nou voel ik ben zo trots. Hè? Want kijk, dan worden normaal dingen, mag ik openen, vind ik altijd, dat doe ik met trots. Maar dit is iets wat ik met liefde open. En dat is heel anders. Dat zweer ik je op mijn koortje. Nou, je weet hoe koortje, dat is maar alles aan mijn hondje. Maar ik zweer, dit is met liefde wordt dit geopend, Leo. Dat meen ik serieus. En ik denk, al die mensen die hier staan, hè. En ik denk de helft van de lagen, al je klanten die komen terug. En de mensen zijn zo verschrikkelijk dankbaar dat jij weer terug bent. Want het was leuk met die andere jongens. Maar je komt binnen en de tent is Leo. En Anita natuurlijk. Als ik Leo zeg, zeg ik ook Anita. Hè? Dan ga je weer, hè? Dan kan ik hem op kloten krijgen. Nee, maar de tent is Leo toch, jongens? En dat meen ik serieus. De tent is Leo en was Leo. En nu is hij weer terug. En dat, ja, ik hoop niet, als de dames allemaal even de oren dicht willen doen. Want ik ben het zo blij. Ik heb. En dat ben ik serieus. En dat is echt voor de mannen dan. Nee, maar Leo, echt jongens, voor de social media, welkom in jullie eigen toko. Dankjewel. En daar houden we echt allemaal van je, dat weet je, ik zeer zeker. Ja jongens, ik wil in ieder geval, voordat ik die vlag eraf ga trekken, wil ik een verschrikkelijk applaus voor die twee mensen. En ook, echt hè, en de mensen, ook voor de mensen die er eigenlijk gewoon hebben gewerkt achter de schermen. Dan ga ik nou het officiële gedeelte. Ik ga dan, maar ik vind het zo leuk dat jullie Carl heen. Carl, hè? Hey, ik ga het hierbij heel officieel. En dat meen ik serieus, met respect voor de vlag natuurlijk. Want die mag niet vallen. Open ik deze zaak. Genaamd. Paleis Soestijk. En ik hoop dat die heel lang van me staan. En nooit meer zorgen dat ik deze zaak moet openen, ja? Dankjewel. Dit is weer gebeurd, hè? Officiële moment zit er weer op. Officiële moment zit er op, maar ja, weet je, dit en ik meen wat ik zeg, hè. Dit, normaal doe je met trots als je iets mag openen, ja, dat vind ik leuk. Maar dit doe ik echt met liefde. En dat meen ik serieus. Van het mooi gesproken, inderdaad. Zo'n goede vent is het, zo goed bij ze. En ze hebben zoveel moeilijk gehad en zo, weet je. En dan zie je dat, hoe die mensen dan opkrabbelen. Ja, dat is fantastisch. En daar ben ik heel mooi blij. Te zien, ja, dan ben ik blij dat ik het mag openen. En ik vond het leuk om erbij te zijn. Dus, nou, ik iets minder, maar. Nee, je pik, dat weet je wel, hè. Ik maak me dol, hè. Ja, zeker. Over tot de normale dingen van de dag? Ja, over de normale dingen van de dag. Ik ga een hondje uitlaten. Nou, dat is ook wel minder. Heel kort, ja, dat niet. Tot en hoe heet het? Ik ga een hondje uitlaten en dan. Zien we elkaar vanavond weer? Zien we elkaar vanavond. Tot ziens. Ja? Laatste pik. Ik ga je zien, dan gaan we. Doeg! Doeg! Tot vanavond, hè? Tot vanavond! Het is toch een vet ook, hè? Ik ga lekker naar huis, hondjes uitlaten ook. Misschien nog eventjes René vervelen op de werk. En ja, dat was het dan voor nu. Laat eens. Waar gaan we naar binnen? Ik volg jou. Wat een lampjes. It's beginning to look a lot like Christmas. Kijk dat dan. Wat een gezelligheid. Hallo. Gezelligheid, hallo. Dank u dat we mogen langskomen. Dag meneer. Hoi, hey, pepernoot. Heb ik al ergens vandaag nog niet eerder gezien. Ja, leuk. Ja, gezellig, hè? Ja. Zullen we één keer per jaar doen we een kerstprogramma? Eén keer per jaar? En dat is precies vandaag? Ja, nee, dat doen we dan. Neem we op voor 1 en 2 doen we dat altijd. Dat is een tweede kerstdag. Leuk, nou, het zag er wel gezellig uit. Ik denk, nou hier moeten we zijn volgens mij. Ja, hè? Leuk joh. Ja, hè, gezellig. En ik hou van kerst, dus. Gewoon, nee, ik krijg alleen kerstplaten voor je kiezen. Nou, zijn we klaar? Zijn we al bezig? Nee, nog niet. Waarom niet? Zullen we nou maar gaan beginnen? Ach, jongens, zullen we beginnen? Ja, hallo, Anoushi zet mijn stoel te pielen, joh. Heb je het gedaan? Heb ik het weer gedaan? Ja, dat gedaan. Schrikkelijk. Ik kom lekker zitten hier, schat. Ja, maar zijn dat dan van die Hagenezen die verhuisd zijn of zo? Nee, dat is wat een beetje niet kan. Grappig, ja, maar dat zei je ook al van Den Haag FM, hè? Gewoon overal nergens vandaan. Ja. Oh, kijk eens. Oh ja. Hey, Toppie.
Ik heb haar volgens mij op mijn Facebook. Dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ja, ik ben druk aan het zoeken naar allemaal leuke... Ja, leuke plaatjes, lekker gezellig, oude boeren weer. En ja, heerlijk. En ja, laat de mensen verbellen als ze, weet ik veel, wat ze gegeten hebben of zo. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ik vind het helemaal te gek. Ja, dat zal wel wat worden, denk ik. Als ze nou allemaal gaan bellen. Ja, maar jij hebt een korte termijn geheugen, geloof ik. Ja, maar het gaat in Maria mee, hè. Dat is een leuk programma. En Alleen dit wordt een goed verhaal. Ja, heel goed verhaal. Ja, als krijg ik trek weer te horen, je hebt het niet opgenomen. Nou, nou noem ik geen namen, maar ik had een eigen programma. In ieder geval. En dat was na 13 afleveringen afgelopen. En toen kwamen we allemaal gezellig uit eten. En iedereen hoorde van dat we zijn eigen programma kregen. En allemaal goed. En toen kwam de eigenaar naar me toe van dat, en die zei van, hé Henk, hoe is het? Zou je nog door willen gaan met je programma? Ik zei, lijkt me hartstikke leuk. En die pakte me zo met mijn reet zo. Hij zegt, nou, als je vannacht blijft zo, en zo knijp ik, als je vannacht blijft, dan gaat het weer goed hoor. Ik zei, nou, wat denk je zeggen? Ja. Mafkees, dat ben je het programma meer op. Nee, ja. Ja, maar waarom heeft maar dat is wel, dit is toch ook een nieuw toegeval. Ja, dat heeft niet van ja. Ja, maar dat ga ik nou toch niet, maar dat hebben iedereen toch meegemaakt. Kent u nog geen uitgeklede versie? En zeer zeker de vrouwen die hey, maar zeer zeker de vrouwen hebben het meegemaakt. Ja. Weet je, het is zo moeilijk. Ik heb wel eens vroeger, deed ik vrijwilligerswerk, weet je. En dat heb ik al geloof ik verteld. En toen had ik, was ik uitgenodigd van zo'n oude vandaag. Hè. Die mocht dan een toekenritje maken met zo'n karretje, weet je. En die oude mensen die moest je beetpakken en erin tillen. Dus ik pakte zo'n vrouw op. Maar ik voelde met deze hand, voelde ik gewoon, want ik denk, godverdomme, ik pakte de borstbeet. Maar niet echt gemeen. Oh, nee, ja. Helemaal niet. Dus ik zet haar in de auto, in die tuk-tuk. Ik zei, nou mevrouw, ik geloof dat ik mijn excuses af moet maken. Ik zeg, want ik pak iets breekt wat ik helemaal niet breekt mag pakken. Ik zeg, maar ik voel me echt gewoon kloot erdoor. Ik zeg, sorry. Ze zegt, sorry. Dan moet je hem op de bewaard halen ook. Ja, maar die knappen, die pakken het zo op, weet je. Ja, precies. En ik denk, poeh, wat voor hetzelfde geld? Dan ben je een lul. Ja, ik ben een beetje man. Ik doe hier nog, ja. Ik zal het zijn, ja. Kom bij me, schat. Hoppa. Dat is een dikke en dubbele Bluetooth, maar ik heb er niet voor. Ik weet wie het is. Oh, sorry. Ja. Nou, was gezellig. Was gezellig. Ouderwets gezellig. Ja, op naar de volgende. Welke voor? Wat gaan we nu dan? We gaan naar Den Haag Film. Ik ga wel nieuwe van me. Hij is zo de op, joh. Start van de dag. Hey. Hij is alweer hard aan het werk. Zo, hé. Zijn we al live, Ron? Nee, dat doen we nog niet. Oh, zo. Ja, dit is wel leuk. Dit is wel leuk. Dit is wel leuk, ja. Toppie! Ja, we zitten hier met Henk Bres. Ja, De Henk Bres. Ja. De enige echte. De knapste. Zo is het. We vroegen ons af, hoe kom je nou van hooligan naar knuffelmagenees? Wat is daar gebeurd in die tussentijd? Ik heb dat nooit zelf gedaan. Weet je, het is door anderen gekomen. Ik was vroeger hooligan. Van iemand kwam altijd gekke thee, altijd knokken. En nou, je hebt dat soort ongeheim, maar het was een soort spel, weet je. Het is een bepaald spel. En op een gegeven moment ging ik... Ja, ik ben het sterkste nog in Nederland, maar ik ben het sterkste nog in Nederland. Nou, zo gezegd, ik moest komen en kijk, dat haakse accent, dat is zo leuk. En op een gegeven moment zat ik in de vlaag. En toen kwam er eigenlijk allemaal opdrachten binnen van een wakkoe. Alle dieren tellen mee, dat is allemaal programma van de dierenvriendelijk. Ja, dat deed ik mee. En normaal gesproken, als ik bij mijn thuis op de laan reed, en kwam een fietsje maken, dan was het... Zo, nou, ik ga
aan de Franse kant. Deze collega, ik was, ik ga wel aanhouden. Graag twee wagens bij. Dus weet je, omdat het toch een naam had. Maar op een gegeven moment stond het ook dezelfde kader op. Een andere kader, dat maakt me even uit. En dan was het raam open. Dus ik doe de raam open. Je was goed, hè? Bakko, bakko. Leuke hond heb jij. Ik ben heel anders benaderd. Ja. En dat is heel langzaam zo gegroeid. Mensen gingen mij anders benaderen. Ja. Mensen vonden me aardig. Mensen vonden me wel eens leuk. En ik denk, ah, nou, die moeilijke, heb grote armen. Grote, kleine hartje, ja. Ik voelde om dat voor jij te zeggen. Ja. Maar zo is het eigenlijk gekomen. Dat de, van een moeilijk knuffel. Maar het was eigenlijk voor jezelf ook dus dat mensen jou anders gingen benaderen, waardoor jij ook veranderd ja, voor jezelf. Dat was het. Dat was de voornaamste beweging. Hoe voelde dat? Was dat fijn? Je krijgt een positieve vibe natuurlijk. Dan ben je ook in de zak. Ja, precies. Dus je kan niet zeggen, hey, toppie. Ik heb het nu nog, 13 jaar geleden, heb ik het gelezen van het lagerhuis. Het laatste niet mijn hondje te laten, daar hebben we die begraafplaats, Eikerdeurne. Ik een proef met een klein hondje in. En zei, hey, loop ik even met je wezen op. Ik zei, is goed. Hij zei, je weet niet wie ik ben. Ik zei, sorry, ik zou het echt niet weten helpen. Hij zei, ik heb 33 jaar bij de politie gezeten. Hij zei, we hebben wat lekker knokken kloot. Zag ik wel een tyfushond. Hij zei, nou lopen we samen gezellig het hondje uit te laten. Ja. De tijd kan veranderen. Weet je, het is jou gek allemaal hoor. Etjoep, noem ze maar op. Die deed een vlag van Adel en Haag. FC Den Haag moet daar nog om mijn handen. En dan is hij zonder buiten. Konden wij doorlopen. Gewoon klef. Ja. Dat was gewoon zo. Dat was het spel. En ik wil erover vertellen. Maar even voor de vloggers ook thuis, want ik weet precies wat je daar deed. Het Lagerhuis, wat deed je daar? Het Lagerhuis was een discussieprogramma met 12 of 20 debatters. Ja, 10 was het. En dan tegenover elkaar, de linkse groep en de rechtse groep in de 60. Dat is elkaar uit de 10. Marcel van Damme zei van, jij bent net Eichmann tegen en weet je, dat is een heel bekend scène. Maar toen dacht ik bij dat we dadelijk knokken. Ja. Dus toen heb ik me afgekoppeld van het geluid. Ik denk, spring er maar tussen of zo. Het was best heftig allemaal. Dat was het Lagerhuis. Altijd discussies met iedereen, zeg maar. Ja, ik zeg gewoon mijn mening. Ja, en dat is hard, denk ik. Maar het was een van Witteman en Marcelon, die hebben wel zo gezeten. En denk ik, oh, hey, ik zat er zo zeer. Ja, waarvoor vraag je me dan? Ja. Nou ja, precies. Daarvoor dus, zat je de, ja, dat heb ik ook gezegd. En wie was Henk 50 jaar geleden? Wat voor jongen was dat? Een jongetje. Ja, krulle. Ja? Klein ventje, ja. Nee, ik was geen pester. Maar ik ben ook niet gepest. Nee, gewoon voor jezelf opzetten. Gewoon, ja, gewoon. Gewoon ja. Fijn gezin? Ja, arbeidersgezin. 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 Een goed leven gehad. Zeg maar. Heel weinig geld. Ja, heel weinig geld. Ja. Altijd. Dat was gewoon zo. Ja, ik ben, jullie zijn natuurlijk een hele generatie jonger dan mij. Dus ja, maar ik ben ook in de vroeg in de zeker pijl gewassen. We moeten soms ook nog zo op een wasbord de was te doen. En die blauwe zakjes gingen erin. Gewoon, ja, ik weet niet hoe het werkt. Maar dat hebben jullie nooit meegemaakt. Nee. Maar dat hebben we, ja, voor een arme tijd. De mensen moesten aan werken. Een beetje sappig van geld natuurlijk. En dat hebben we maar zo'n moeder had huisjes dan met de schoonmaker. Ja, of zijn leven bij de PTT gezeten. Dus, ja. Ja, want daar zag ik ook wat over in je boek. Je hebt een seksclub gehad, of je was seksclub? Nee, hij heeft wel 2 weken gezien. Maar een tweehuis. Oké, maar hoe kom je daarbij? Ja. Nee, is niet wauw, is niet wauw. Maar hoe kom je daarbij? Ik weet niet, ik wou altijd geld verkopen. Maar dat vond ik altijd leuk. En dacht ik ineens bij mij, ik ben seksueus. Ja. Ja. En toen had ik zo'n 4-5-5 en het was leuk. Ik heb dat genoten, we hebben gelachen daar. Toen kon een koortje al, ik zat ook bij die meiden daar ook weer lachen. Het was altijd lachen. Die oude van mij die kwam af en toe eens kijken, nou, daar ken ik een verhaal over, dat wil je niet weten. Ja. Dat is echt ja, hilarisch gewoon. Maar ja, op een gegeven moment komt de AIDS. En die pooiers die werden bang van, ja, daar kunnen we even iets meer. Die is een heup gezeik allemaal, elkaar de meisjes afpakken. Ja, dat is allemaal geen zin meer, niks te stellen. Ook gezien, een beetje. Nee. Schieten, maar ik was altijd. Ja, dat was leuk. Waar ken je haar van? Waar ken je Korretje van? Korretje, zij was 15 of 16 toen ze leerde kennen. Ik was 18, geloof ik. En toen werkte ze bij een nichtje van me. Tenminste, mijn nichtje werkte samen in een bedrijf hier. Van de Natte, een drukkerij was dat, geloof ik. Ja, drukkerij, toch wel. En die,
die leerde kennen bij mijn tante. En zei ik, dat is echt van weer verkeerd. Maar ik zei, weer verkeerd. Maar ja, ze zo niet. Nou, zo ging het. Ja. Ja, ze zijn bij weggegaan. Kut zo. Nee. Nee, maar ja. Nou, maar dat zie je toch ook niet meer vaak? Langzaam. Bijna 48 jaar zo. Ja. Van zo jong af aan? Ja, ja. We zijn verloofd. We zijn in onder 12 geweest. En morgen is niet, dus het is het enige brood. Wat leuk, joh. Ja. Nou, we hebben het er vanmorgen natuurlijk al een beetje over gehad, maar uiteindelijk is het er nooit van gekomen om jullie zelf voor te planten. Nee. Nee, dat had niks met erectieproblemen te maken. Nee, nee, dat ging allemaal prima gewoon. Sorry. Mijn wil niet meer. Ik weet het niet, maar haal hem in de perk. Als je lastig is, je weet mijn nummer, hè? Ja, ja, ja. Pak hem. Nee, maar... Wil je drinken? Nou, een kopje koffie. En jij, thee? Heb je iets fris? Ook. Doe maar iets fris. Ja, toen hebben we eigenlijk... ik was altijd te vechten. Ik was altijd dan baaiers in de baaiers uit. Nou, gewoon op een mooie tijd. Gewoon een beetje van... cappuccino? Ja, lekker. Ja. Dus ik kwam daar niet van, kwam er nooit van. En toen op een gegeven moment, ja, dan is het te laat, een beetje te oud. Maar dat was ook niet dat jullie heel erg de drang hadden om kinderen te krijgen, want dat kan natuurlijk altijd. Maar jullie hadden wel zoiets van... we dachten ook niet. Dit is geen goed. Dat is een heel andere tijd natuurlijk, hè. Ik bedoel, toen wij in de Terweststraat het huis binnen trokken, zeg maar, staat ook allemaal in mijn boek te lezen, kun je zien. Of te luisteren. Te luisteren. Ja, te luisteren. Maar dan had je... Maar dan hoe heet het? Trouwen kan altijd nog, hè? Trouwen kan altijd nog. Maar ik bedoel, dit is niet meer dan trouwen. Ik bedoel, trouwen is inderdaad een papier, en, maar jullie hebben al lang elkaar beloofd om zo lang te zijn. Er zijn heel veel mensen die gaan trouwen, die zijn al 2 jaar gescheiden, maar wij zijn ook getrouwd en we zijn al 48 jaar elkaar. Precies, ja. En ik heb een grote mond en ik zeg altijd, stinkt. Dat ze niet goed is en ik maak er altijd belachelijk en zo, maar ik kan een minuut buiten de straat. Nee. Maar dat weet ook iedereen. Weet je, ik maak er altijd zwak op de radio zoals ook. En van die lekker bevarkt. Ze weten het gewoon, weet je. Ja. Maar, ik kan echt niet buiten, echt niet. Nee, ik kan nog niet en air koken. Ik denk dat ze zich zorgen gaat maken als je niet meer over de scheld. Ja. Ja. Ja, dan denk ze van. Wat is er aan de hand? Wat doe je nu nog zoal? Naast het radio maken? Ja, radio maken. En sigarenzaak openen? Ja, sigarenzaak openen. Inderdaad. Check-in ontvangst nemen? Ja, check-in. Check, je weet toch wel, dan ook ja. Check-in-check, weet je. Ja, check-in-check. Ja. Nee, maar dat soort dingen doe ik gewoon. Dan schrijf ik natuurlijk een vaste kolom op. En het enige wat ik wil, ik zie een koortje, behoorlijk ziek is, zeg maar. En het gaat nu wel helemaal goed, dat is helemaal perfect. Ja, daar ben ik heel erg blij mee, daar ben ik super blij mee. Maar ja, dat maakt het me eigenlijk geen idee. Ja, er moet natuurlijk wat binnenkomen, maar voor de rest zoveel mogelijk tijd samen. Ja, nou, maar ik ben nu 65, ik krijg over een paar maanden krijg pensioen. Ja. Dus je hoeft niet zo druk te maken. Ik doe 1 keer per week doe ik die info thuis. Dat vind ik leuk om te doen. Maar ik heb natuurlijk ook een zenuwaandoening, dat is toch allemaal veel zwaarder. Maar ik doe het wel, maar dat zijn allemaal leuke dingen, weet je, dat vind ik gezellig. Maar ik maak me niet meer druk. Ik ga niet meer zo'n hoek op de televisie. Niet meer zo'n nobdig. Ik moet dat hoeft mij. Nou, ik heb van alles gedaan. Maar... gevochten tegen pedoseksuelen 3 jaar lang. Ik heb een moord gedaan. Heb ik mensen en ministers aangeklaagd. Er zijn rechtszaken geweest. Ik ben verschrikkelijk tegen dierenleed. Dat soort dingen. Ja. Ik kijk gewoon niet tegen, weet je. Ik kan eigenlijk gewoon niet doen. Ik in de hele wereld niet mijn schouders nemen, maar ik probeer er wel wat aan te doen als ik daar zit. Jouw steentje bij te bedragen, zeg maar. Nou, dat doe ik het niet eens. Maar gewoon even gevoel. Weet je. Ja. Dan denk ik, kajetje! Ja, super gezellig weer. Ja, toch? En Sinterklaas komt dadelijk? Ah, ja, ik hoop. Dat zou wel leuk zijn. Zou je die tijd hebben? Ja, zou die tijd hebben. Hij heeft het hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Ja, en dan nog de vraag: als je welkom is in de zwarte pieten. Ik weet niet, misschien moet ik wel een ster afmaken. Maar ik hoop dat het komt. Ik denk het daar wel. Het zou leuk zijn, Niel. Ja, ja, ben jij straat geweest? Meid. Altijd. Ben jij straat geweest? Ik denk het wel. Ja? Oké, nou, er staat 1 staat, 2 staat. Dan ben jij een goed heilig man. Ja. Wij verdwijnen. Jij mag op schoot zitten. Ik wel. Nou, dan ben je ook fout. Ja, dat wou ik het zeggen. Me too. Ja. Me too. Oh. Nou, dit is ook wel me too, hè? Ja, dit is. Sure, goed dat het er niet op staat. Echt erg, hè? Ja, ga je nou mijn cappuccino op zitten drinken? Ja, lekker hoor. Ja, je mag hem hebben. Gaat niet om. Ja, een dingetje. Ik zit gewoon op zijn dingetje.
Nee, ik zit niet als een dingetje. Hij zit nee, ik zit niet als een dingetje. Kijk, lekker de teer. Zit nou gewoon als een dingetje? Jullie gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Dit. En we moeten nog beginnen. En we moeten nog beginnen. Ah. Korretje. Ja, de liefde van mijn leven. Lagerhuis. Lagerhuis, een verandering in mijn leven. Waar was je ook weer voor? ADO? FC Den Haag. Mooie tijd. Super tijd. Kicking. Den Haag FM? Den Haag FM, 12,5 jaar start van de nacht, trots op. Voetbal? Voetbal, kijk nog steeds. Ik vind het heerlijk. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven, ik kijk tegenwoordig ook graag naar de dames. Die doen dat beter dan. Ik kijk liever naar de leeuwinnen dan naar de leeuwen op dit moment. Politie? Wie? Politie. Politie! Vroeger mijn grootste vijand, bijna mijn grootste vijand en nu heel vaak vrienden. En, ja, oude garde, weet je, respect voor elkaar. Sinterklaas. Die wilde ik ook net goed. Geloof ik nog steeds in. Ja? Ik hoop dat hij dadelijk komt, ja. Ja. Ik geloof erin. Laatste kerst? Kerst, ja, dat is de mooiste tijd van het jaar voor mij. En, ook voor mijn korretje gelukkig. En ja, een kersthuisje, weet ik, een borrel, een beetje gekkigheid allemaal. Ja. Heerlijk, kerst, het is de mooiste tijd van het jaar. Het is mooi, ik vind je een hele, je hebt een hele sympathieke uitstraling. Maar dan ben je de enige. Nou, nee, maar zodra je het woordje korretje in je mond neemt, dan ligt het allemaal nog meer op. Ja. Een extra sparkling in je ogen. Ja, maar het, weet je, dat, ik ben geen lievertje geweest. Dat kan je aan Trudy vragen, dat kan je iedereen vragen. En dan denk ik wel eens bij mij, poe. En dan, vanavond had het er nog met Trudy over. Dat ze is altijd, is ze bij me gebleven, weet je. En dan denk ik bij mij, Jezus Christus, denk ik nou. Ja. Denk ik, Jezus Christus, man, wat heb jij af en toe een kutleven gehad. Ze kwam me opzoeken als ik een doetinchem zette. Dan zat ik in de Bijlmer, kwam ze naar me toe. En ze stond op de dek met Art en Nieuw, stond ze daar te zwaaien met mijn hondje, zo weet je, gewoon een bouquet. En dan denk ik bij mij, ja, welk werf doet dat? Ik heb dat nooit beseft, maar nu ben je wat af. En de laatste 10 jaar, 15 jaar ga je dat steeds meer beseffen natuurlijk, dat je een wereldwerf hebt. En, die echt alles voor me doet. Echt. Echt de goede en slechte tijden. Ja, weet je, ze is nou getroffen door die kutziekte, die kanker. En dan denk ik bij mij van, maar ik bid nooit. Maar ik heb al een paar keer gebeden van, geen man lekker die kanker. Maar ik ben geen lievertje geweest. Ik heb mensen pijn gedaan met weet je. Dus, maar zij heeft nog nooit iemand, zo niet dat zij is altijd goed geweest, weet je. En dan denk ik, ja, waarvan was zij gestraft en ik niet? Ja. Dan denk ik, ja, vind ik oneerlijk, weet je. Maar ik, ik heb niet zonder haar voorgesteld. Nee, ik heb echt niet. Nou, dat gaat ook niet gebeuren. Nee, gewoon zeker. Heel veel jaren erbij. Ja, we zeggen altijd, we gaan ervoor en dan boksen we. We gaan bam. Ervoor. Bam, ja, tuurlijk. Ik doe mee. Bam, en we gaan ervoor. Echt. Top man. We beginnen aan aflevering 649. 650 al? Jezus, hoe hou ik het vol? 650, dat is ongelooflijk. Hoe houden we het vol, hè? Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, kijkers. We hebben een drukke avond. Ja. We hebben, ja, het is heel raar. We hebben gehoord dat Sinterklaas met Zwarte Piet rond een uurtje of 12:30 binnenkomt. Maar ja, ik weet het niet. En toen hebben we René van Ginkel natuurlijk, onze zangeres, ook uitgenodigd. En haar man Sergio. Die gaan nu zeggen. Zeg maar Sergio? Zeg dat dan? Sergio. Sergio. Ja, ik vond het goed. Die hebben we uitgenodigd, want die maken een vlogje voor ons. Een vlogje. Nee, jij denkt wel een vluggetje. Vluggetje. Maar een vlogje, die maken ze voor ons. Dus als hij een beetje rond dadelijk het bed loopt, dan weten de mensen. Ja. En zij gaat zingen voor Sinterklaas. Als hij leuk komt, als hij komt natuurlijk. Heb je een liedje gestudeerd? Nou, dat heel goed. Ja. Ja? Heb je die zin dan? Ja, het geoefend. Een beetje dat ding omhoog zat. Ja! Hey, welkom jongens. Hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Ja, super. Helemaal leuk dat jullie ons volgen en vloggen. Hoe doe je dat nou? Volgen. Maar we hopen wel dat jullie vanavond komt in de Sinterklaas, hè? Dat zou wel heel leuk zijn, ja. Dat zal toch wel een kick geweest, hè? We zijn niet voor niks heel het jaar braaf geweest. Ik ruik wel een schimmel. Dat zal toch wel een kick zijn. Dat kan nou wel een kick. Dat zal ik wezen, ja. Dat kan niet anders, maar dat ik... Ja. Nee, ja, laat me even met een bek niet open. Hey, welkom jongens. Hartstikke leuk dat jullie ons volgen. En we hopen natuurlijk dat jullie ook welkom weer. En laten we een knallende uitzending even maken. Ja, helemaal goed. Dus blijf luisteren. Ik ga niet echt. We zitten hier tot 2:00. Ja, wie is dat? Goedenavond. Hallo, Sinterklaas. Hoe is het? Alles goed? Goedenavond, meneer Hond. Hey, Sinterklaas. Alles goed? Ja, gaat-ie goed? Ja.
Hey Piet. Goedenavond. Alles goed? Ik heb Piet. Een tijd Pieten meegenomen. Goedenavond. Zwarte Pieten. Kijk, een zwarte Pieten. Mag ik even lopen, meneer Bres? Oh, wat een lieve mond. Goedenavond allemaal. Goedenavond Sinterklaas. Goedenavond. Ik zal je even een hand geven met Sinterklaas. Goedenavond. 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 Ik ben René. Goedenavond. 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 Hallo. Hallo. Hier in de studio. Er komt mooi uit. Gaan we zo met Sinterklaas praten. Ga ik gauw even de boodschappen doen. Want, we moeten nog boodschappen doen? Oh, dan ga ik mee. Ik zal het wel doen, maar het is allemaal gezellig allemaal. Kijk. Nou. Hey, we zijn er. Gaan we even wisselen van Oh, wie kan daar de kruk pakken dan? Zal ik hem pakken of zou jij pakken? Zal ik hem pakken? Jij gaat zingen. Toch? Piet, geef even toe. Geef even toe. Die maken een leuk vlogje over ons. Hey! Ja, zorg voor het Sinterklaas. Dat is vraag om ongeluk, hè? Goedenavond allemaal, lieve mensen. Daar gaat Sinterklaas. Oh. Ja, kom nog eentje. Ja. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook een paar vloggers van jou uitgenodigd. En dan ga ik een geheim verkloppen, Sinterklaas. Ja. Dat is René van Ginkel, dat is een vlogster. Maar ook een zangeres. Juist. En die gaat dadelijk voor jou een liedje zingen. Ook voor u een liedje zingen. Zo. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. En ik wil even zeggen. Hoe lang? 27 jaar proeven. 27 jaar proeven. 27 jaar. Maar je hebt nooit eens op mijn schoot gezeten. Ja, zeker weten. Sinterklaas, ik heb een vroegje horen zingen. Juist. Dat vond ik wel fantastisch hoor. Ik ben wel benieuwd hoe je stem nu klinkt. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, ik ben ook zenuwachtig en ik hoef niet eens te zingen. Maar u hebt heel veel fans op de markt weg, want ik moet even doorgeven. Ze zitten allemaal te kijken. Oh, dat is leuk. Jan of zo. Jan, ja. Ja, die legt op bed en legt lekker te kijken. Dan ga ik daar even langs even, denk ik dan. Ja, dat kan niet ook een langs even. Ik ben een keer s'avonds. Knap, brutaal. Nee, maar laat u uw stap dan, bij wijze van spreken. Nee, nou ja, het is in ieder geval, iedereen kijkt natuurlijk, Wink Roosendaal weer en zijn allemaal, iedereen wil natuurlijk Sinterklaas en René van Ginkel horen, dat is trouwens de man. En die vlogt ook, die houdt u helemaal in de gaten en de route Zwarte Pieten, die doet alles wat... Vind ik fantastisch, hè? Ja, als ik hier ben, heb ik altijd super naar mijn zin en ik kijk er elk jaar naar uit. En u hebt het boek weer bij u, hè? Ja, wat heet. En ik weet niet, Ron die weet het waarschijnlijk niet of zo, maar er is een prijsvraag geweest. Ik mag een cap en een muts weggeven. Ja, een cap en een muts weggeven. En dan, die moet u trekken. Oh, leuk. Vindt u het leuk om te trekken? Ik hou van mutsen trekken, dat vind ik leuk. Ja, vindt u dat fantastisch. Oké, okay, nou, dat is ook fijn. Ik heb nog een cap in de tas zitten, maar daar had u hem gevraagd. Ja, dat klopt. Maar dat is niet dat is niet. Ik wil even nog wat zeggen, wat denk je? De nummer 1 cadeau is, je ruikt dat nooit, het luisterboek van Dres. Nee, echt? Staat op nummer 1, dat meen ik. Dat is nou leuk om te horen. Op nummer 1 cadeau gevraagd door zelfs de kinderen. Ja? Ja, echt. Nou, dat vind ik leuk. Dan mag je me steeds een beetje beetpakken. Dat is toch een beetje raar, dat hij steeds zo zegt. Ja, hij komt toch pas met kerst uit. Nou ja, eigenlijk was het voor je bedoeling, was voor Sinterklaas, maar de hoe noemen ze dat? De beestikkenmaker, die heeft een beetje vertraging opgeleverd. Ja, dus Sinterklaas is op een... Nou, goed. Ik ben stil. Hè? Nou. Nou, dat is wel heel kort, het moment. Zachtjes gaande paddenvoetjes,
Trippel, trappel, trippel, trap. Het is het paard van Sinterklaasje. Stippen, stappen, stippen, stap. Paardje is nog lang niet moe. Maar ik moet naar bedje toe. Paardje is nog lang niet moe. Maar ik moet naar bedje toe. Hoor nu zo vaak. Maar ik zit al recht. Dat is toch eventjes speciaal voor u, hè? Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft, alsjeblieft. Supermooi, supermooi. Dankjewel. Gaan dadelijk even kijken of ze een mooi cadeautje hebben natuurlijk. Piet, hebben we dat bij ons, Piet? Ja, ja, daar is de hoofdpiet. Hoofdpiet? Hij is overal verstand van. Dat is vast wel een cadeau, Sinterklaas. Oké, dan gaan we zo even kijken. Nou, ik vind het wel mooi, hè. Waarom zing je nou zoiets voor een oude man? Nou, ik ben ook een leuke vent. En ook een oude man. Volgende keer zing ik hem voor jou. Ja, oké. Okay. Ja. Moet ik dan ook zo eruit zien? Nee hoor, mag lekker nou, zelf zijn. Nee, maar ik vind dat u echt goed uitziet. Gesoigneerd. Dank je. Ik heb heel toevallig vanavond onder dikke vandalen gelikt. En ik heb het ook gelezen. Ik denk bij mij dat u bent gesoigneerd. Ziet u eruit? Ik vind fantastische woorden die u gebruikt. Ja. Echt, meen ik echt. Daar ken u opgewonden van, actie. Ik ben opgewonden van. Van Ron, van Trudy. Van nee, natuurlijk. Ja, van nee, natuurlijk helemaal. Gewoon door het liedje die ze hebben gezongen. Ik wil nog even een applausje hoor, nou. Nou ja. Ik ben altijd blij als ik deze hoor. Dit gaat jij niet. Ja. Al die Pieter. Ja. Ja. Hallo, hallo. Ik ben zo blij dat ik normaal ben. Helemaal. Nou, dat was nog een keer. Het is weer een studio. Het is weer een feest. Het is ik hou hiervan, hè. Volgens mij komen we al ieder jaar. Staanplaats. Ja, jullie moeten het ieder jaar, iedere dag volgen. Dit is gezellig. Je moet er al getrokken worden. Gewoon getrokken. Elke dag. Ja, ik heb, ik weet niet, de hoofdpiet of de hoofdpiet gaan we doen. Wat waren de antwoorden? Want ik weet het niet. Er zijn er 43. Heb je die dingen bij de hand? Hele mooie pet en een mooie muts. Ja. Sinterklaas is jarig, zet mijn schoentje klaar. Hoop dat hij hem voldoet, met ja wist ik het maar. Ooit kreeg ik wat haver en wat hooi voor het paard. Want dat trouwe beestje is dat heus wel waard. Toppie. Nou, speciaal voor u, Sinterklaas. Helemaal super, helemaal super. Ja, dat maakt ze allemaal nog zo zingen. Dat maakt me een hoop goed, hè. Alles. Ja. Alles, dat maakt me heel erg goed. Ja, dat dacht ik wel. Nou, de element eigenlijk ook wel. Het is een beetje gezellig. Ja, dat is ook belangrijk, toch? Het gaat allemaal gezellig. Dat gaat allemaal gezellig.